allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben Carolien en vandaag zijn we 4 oktober, dat wil zeggen dat mijn vriend jarig is. En ik heb al een groot pak, Ik ga dat straks laten zien dat ik terug ben, maar ik ga eerst naar de winkel voor andere kleinigheidjes te halen voor hem. Normaal is dat helemaal niet van mijn gewoonte, zo last minute. Maar vandaag kon het gewoon niet anders, omdat ik in de voormiddag heb moeten slapen, omdat ik vandaag heb moeten werken. En daarnet heb ik nog andere dingen moeten doen waar ik helaas niks over kan vertellen. Maar dat is het zo. Dus het is nu bijna 2:55 ongeveer. En ik ga vertrekken naar een action. Dus heel veel kijkplezier. Ik ben terug van de winkel. Het is een uurtje later, iets langer. En nu ga ik even alles laten zien wat ik heb gekocht en wat voor Vincent is. Ik heb namelijk deze 3 inpakpapieren. Ja, met die hartjes. Dus natuurlijk voor Vincent. Misschien een beetje babyachtig of meisjesachtig, maar ik vond het gewoon mega schattig. Ik heb deze tas gekocht met die baard, omdat ik die wel leuk vond. Ik dacht, ja, dat is echt een tas voor Vincent ook. Dan nog een t-shirt met een V-hals. Zo kan hij die als onderhemdje soort van gebruiken. En dan heb je minder last met je rug en pikkeltjes op je rug, zweetpikkeltjes en zo. Oké. Dan mijn gsm. Nee, dit gaat geen cadeau zijn. Want dat is ook niet. Dan heb ik nog deze. Dit zijn 2 van de JBC, zoals te zien aan het zakje. Hè. En het is zo met veertjes. Ik vond dat echt, ik vond die echt mega leuk. En ja, het is van de JBC. En je had hem ook in het grijs, maar ik heb eventjes een hulplijn gebruikt voor te weten komen welke. Dit is zo met die veertjes. Wel heel fijn. Of hoe moet ik het noemen? Van die planten dingetjes. Zijn niet veertjes misschien. Dus dat is het eerste deel van het pakket eigenlijk. Dus die t-shirt. Die t-shirt, deze en deze is eigenlijk deel 1 van het pakketje. Allee, dat is 1 pakketje. En dan hebben we nog een ander pakketje, maar die ga ik zo laten zien. Oké, deze is dus het tweede pakketje. En zoals je ziet, komt die van Albelli. Dus je kan ongeveer al een beetje raden van waar het komt. En je ziet het nu ook al wel. Oké, als mijn vriend niet in beeld wil komen, ga ik gewoon eventjes zo doen. Dus dit is het. Je ziet me er wel een beetje in spiegelen, maar het is gewoon een canvas. Het is mega basic, maar ik vond het gewoon mega fijn. Ik wist echt gewoon dit jaar niet veel wat ik moest kopen. Boemer komt het ook al inspecteren. Is het goed gekeerd, Boemertje? Ja? Oké. Dus dat zijn eigenlijk de 2 pakjes. Of ja, eigenlijk de 4 pakjes. Maar ik ga het opsplitsen in 2 pakketjes. Dus dan deze een apart pakje. En dan die andere dat ik net liet zien ook een apart pakje. Dus dat zijn de 2 pakjes voor mijn vriend. En ja, dat is het zo'n beetje. Nu alles weer inpakken. Ik ben er helemaal niet goed in inpakken. Dus dat wordt nog wel wat. Ik denk dat ik behulp ga gebruiken van het tasje. Dat ik daar gewoon... Ik zie je geel graag. Ah ja, want het is geel. Maakt niet uit. Op zich vind ik het wel een leuk tasje van de JBC. En dan kan ik daar die 3 items in stoppen. En dan kan ik deze gewoon inpakken met dat papier dat ik heb gekocht. Dus dat gaan we nu doen. Let's go. Dit is echt zot papier. Kijk. Echt mooi. Echt zot. Je kan het echt gewoon langs alle 2 de kanten doen. Het is echt alle 2 heel zot. Oké, en ineens zijn we wel wat dagen verder als 4 oktober. We zijn ondertussen 13 oktober, dus bijna 10 dagen later. Ik ben een reden te vloggen nadien. En ik dacht, ja, weet je, het is nu toch weekend. Ik neem dit weekend ineens mee. Hebben jullie toch een iets langere vlog? Dan gewoon een dag. Mijn vriend vond het superleuk. En ik ga hem vragen dat hij een beetje wil uitleggen wat hij ervan vond. Wilt hij dat niet? Ja, moet je dat ook appreciëren. En aanvaarden dat hij dat niet wil. Dus ja, dat is dat. Ik ga even mijn broer mee doen naar de voetbal. En dan ga ik naar Heide. En je kunt het nooit geloven, maar ik ga weer naar de action. Ik ga normaal helemaal niet veel naar de action. Gewoon 1 keer om de zoveel maanden. En nu, ja, nog geen 10 dagen geleden ben ik nog eens in de action geweest. Dus ja, ga ik terug naar de action. Dus mijn arm wordt stijf. Dus laten we gewoon erin vliegen. Ik ben net terug van de winkel. Ik ben ook nog eventjes bij de JBC gepasseerd. En natuurlijk heb ik daar weer iets gekocht. Maar ik heb wel iets gekocht dat ik al heel lang zoek. En dat ik eindelijk heb gevonden naar mijn goesting. Dus dat ga ik zoiets allemaal laten zien. Ik ga eerst naar huis rijden. Ik heb mijn camera in de auto vergeten. Dus ja, kon ik jullie meenemen. Sorry.
Maar ja, zwart. Ik ga door, ik ga naar huis en dan laat ik het jullie zien. Oké, ik ben dus terug van de winkel. Het zit allemaal in deze zak. Het is eigenlijk een mega grote zak voor wat er eigenlijk in zit, vind ik. En er staat iets op in het Frans, maar ik weet niet of ik het kan uitspreken. Maar ik ga het gewoon zeggen. En als ik het fout uitspreek, ja, boei. Ik ken geen Frans. Je vois la vie en... En dan kan ik niet uitspreken. Chaune? Chaune? Boei. Het gaat om de inhoud. Oké. Wat heb ik gekocht bij de Action? Daar gaan we bij beginnen. Dit heb ik gekocht bij de Action. Dat is zo'n schrijf-noteerblokje. Omdat ik dat nodig heb op het werk. Dus vandaar. En dat was 72 cent. Dus ja, ik moest gewoon zoiets hebben. En dat is gewoon niet duur. Dus handig. En dan heb ik nog iets voor mijn vriend gekocht. En dat was 10 euro en nog een beetje. En dat is eigenlijk een soort van scheerapparaat. Maar alleen met zo, ja, trimmer of hoe moet ik het zeggen. Maar bij hem was die kapot. Hij heeft zo een scheerapparaat met verwisselende kopstukken. Maar bij hem was die kapot. En hij had vorige keer zijn baard aan het scheren. En ineens zat hem er een beetje door. Omdat dat, ja, een stuk kapot was. Dus ik vond dat zo zielig voor hem. En ik dacht, ik zag deze in de Action liggen vorige keer. Hallo! Ondertussen zijn we verder. Ik heb mijn leukste aankoop nog niet gezien. Want jullie hebben het scheerapparaat gezien. En ondertussen is hij al in gebruik geweest. En is het een goed scheerapparaat? Ja. Ja? Voor de prijs is het wel een goed apparaat. Of niet? Oei. Ja, oké. Ik ga even zo zitten, want anders komt hem in beeld. En misschien dat hij dat niet wilt. Toch? Ah, ik accepteer dat toch. Oké, en dan als laatste. Want ik had gekocht, want ik had maar 3 dingen gekocht. Eigenlijk een super grote zak voor 3 dingen. Is deze vestje. En ondertussen heb ik het al 2 keer aangehad. Het is echt mega nice. Oh, hij heeft 2 vakjes. Dus het is zo, ja, een vestje. En die heeft... deze is een nipzakje. En deze is dan echt een zakje. En daar was ook een rokje bij, maar ja, dat vond ik niet zo mooi samen. Maar apart vond ik het wel, ja, mooi. En ik dacht, ik ga gewoon alleen het jasje kopen. Ik had 50% korting, dus ja. En deze komt van de JBC, zoals je al weet. En ik ben er gewoon heel blij mee, dus een top aankoop. Mabo! Over, kom. Hoe moet je op? Nee, hoe moet je niet weg? Oké, we zijn verder. Ik was net mijn video aan het editen. En sorry dat ik zo van dag naar dag spring en van momenten naar momenten. Ik kan er niks aan doen. Ik vergeet continu te vloggen. En als ik aan het vloggen ben, dan zijn er sommige dingen die eigenlijk niet in de vlog mogen komen. Dus dan laat ik mijn camera in de auto of thuis. En dan zie je heel veel van de dag niet. Dus mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat je nog tijdens de video fijn vond. Doe alvast dat duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan blijf je up-to-date toe. En tot mijn kanaal. Oh my. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Bye!